Vandaag hebben we drie laureaten ontvangen. Drie jonge kinderen in de trouwzaal hier, die we in de bloemen hebben gezet, omdat ze de wedstrijd hebben gewonnen. Vredesjournalist voor één dag. En die prijs hebben ze gewonnen naar aanleiding van onze herdenking van de oud-strijders. De dag van wapenstilstand op 11 november. We zijn heel fier en heel trots dat jullie vandaag die prijs van ons gaan krijgen. We hebben een tekst moeten schrijven over wat we hier hebben gedaan. 11 november. Na een klein woordje van onze burgemeester konden we beginnen. Eerst mochten we de plechtige zegening meemaken van het vaandel van de gesneuvelden. De vertegenwoordiger van de vredesbeweging legde nadien aan de kinderen uit wat het verschil is tussen een grote oorlog en een kleine. De kleine oorlog is een ruzie met je vrienden of familie. En een grote oorlog is geweld gebruiken. Ik vond het leuk, omdat het over de oorlog gaat. En ik vind dat, ik ben daar geïnteresseerd in. Ik ken daar veel van. Vanavond zijn we weer in het casino Houthalen. Er is vandaag een rapavond, een kader van Poëziedag. Poëzie is misschien een beetje saai bij de jongeren. Daarom kaderen we de anders in poëzie, in rap. De nummers, dat verschilt. Sommigen gaan vanuit hun, die rappen vanuit hun levenservaring. Sommigen gewoon vanuit op de straat. Sommigen gewoon teksten. Yeah, blijf daar low. Geen reclame. Blijf zo low. Hop die green shit. No, pick it low. Check, click the point. En zeg, check it on the bus. Bus, bus. Maar ik ben een bus. Rap is gewoon een gevoel van uiting om uw muziek en uw gevoelens, wat je niet kunt zeggen, dat je dat gewoon op de beat kunt rappen eigenlijk of zingen. Continu, elke dag ben ik ermee bezig. Als ik opsta, ben ik ermee bezig. Elke dag, snap je? Ik vind het tof dat hij dit heeft georganiseerd, want normaal de jongeren hangen op de straat, maar nu hangen ze hier en kunnen ze hun talent delen met alle mensen hier. Dus ik vind het echt wel iets moois.